Jo, moet je luisteren. Je lijkt een beetje op Thierry, oké, ja. De vrouw van Dirk Kuyt heel verdrietig is dat hij bij haar weg is. Maar dat hij ook nog knapperig van de grill, want zo kan je het thuis nooit maken. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag is Thierry Baudet in Katwijk en het leek me leuk om daar even een kijkje te nemen. De 1,5 meter stok hebben we toch niet nodig, want die mensen geloven er toch allemaal niet in. En ik ga even een bijpassende outfit aandoen. Tot straks. Hallo, ik heb nu een lekker pakje aan. En we staan nu bij de bijeenkomst van FVD met Thierry Baudet. En we gaan natuurlijk allemaal mensen hier vragen hoe ik de nieuwe Thierry kan zijn. Want ik ben zo'n verschrikkelijk fan van Thierry. Dat gaan we nu eventjes vragen. Hallo Lucas. Nee. Kom op. Lijk ik een beetje op Thierry? Ja, zeker wel. Ja, vind je? Wat denk je dat ik moet gaan doen om echt Thierry te zijn? Jong of oud, dat wordt dan. De avondklok weg. Ik zag u zo naar de plopkap kijken. Wat wilt u weten? Helemaal niks? Nee, niets. Lijk ik een beetje op Thierry? Dat zou je wel willen. Ja, nou, dat zou ik zeker willen. Ik ben zijn grootste fan namelijk. Ik wil de nieuwe Thierry van Katwijk worden, hè. Maar vindt u het een beetje lijken dan? Nee. Maar vind je een beetje dat ik op Thierry lijk of niet? Niet bepaald, zou ik zeggen. Zo niet? Nee. Wat zou ik moeten veranderen? Wat zou je moeten veranderen? Toch wel dat appeltje in die keel, hè? Dat accent, weet je wel. Vindt u een beetje dat ik op Thierry lijk vandaag? Ja, inderdaad, ja. Hi, hallo. Zijn jullie het een beetje eens wat deze man hier allemaal zegt? Ja hoor. Ja, zou je op hem stemmen als je 18 zou zijn? Ja. Ja, helemaal? Ja, helemaal. Ben je echt met alles ben je het eens? Ja, het meeste wel. Nee, wat niet dan? Ja, ik luister nog niet zo erg. Waarom luister je dan niet als je zo met hem eens bent? Nou, hun waren een beetje aan het vragen over mij wat ik hiervan vond. Ik geloof sowieso niet in die corona gedoe. Ik geloof wel dat dit virus bestaat. Maar er is geen pandemie in de zin van dat er een killer virus is. Dennis, wat doe jij hier? Werken. Werken, kom hier een paar mensen interviewen? Ja, zeker. En gaat dat een beetje goed? Nou, we zijn hier pas net, maar gelet op jouw skills gaat het me goed af. Dus. Oké, precies. Maar lijk ik een beetje op Thierry? Beetje wel. Beetje? Vind je hem dan ook super aantrekkelijk, Thierry? Nee. Waarom stem je dan op hem als je 18 zou zijn? Het gaat toch niet om het uiterlijk, het gaat om hoe hij voor Nederland iets wil zijn. Ik dacht dat bij vrouwen altijd om het uiterlijk ging. Nee hoor, het valt echt mee. Waar is de 1,5 meter stok? Kijk, tegenwoordig moet hij met zijn stokje, hè? Ja, maar ik denk hier als je hier komt, dan denk ik dat je dat niet hoeft te doen, toch? Nee, van mij hoeft het ook niet, maar als de NVJ dit ziet, dan krijg je bekeuring. Wat mis jij dan nu in je leven? Feesten. Feesten, want hoe oud ben je? 14. Dus jij gaat al helemaal naar feesten en je gaat zuipen? Nou, gewoon afspreken, druk. Ja, vindt u dat ik ook een beetje lijk op Thierry? Want ik ben natuurlijk ook een extreme fan. Ja. Ik ga geen mannen beoordelen, sorry. Nee, gaat u niet mij beoordelen op of ik een beetje lijk op Thierry? Jo, moet je luisteren. Je lijkt een beetje op Thierry, oké, ja. Dank je wel. Het belangrijkste vind ik, ja, je kan niet één kleur kiezen, dus je kan niet zeggen, morgen alle maatregelen weg. Ja. Vind je dat ik een beetje op Thierry lijk of niet? Nee. Wat zou ik aan mezelf moeten veranderen dan? Nah. Moet ik Latijn gaan leren of... Nee. Nah, denk je humor? Mijn humor? Ja. Nou, ik vind Thierry ook niet heel grappig of zo. Ik vind hem grappiger dan jou. Misschien andere schoenen. Is het wel goed te horen? Het is toch gewoon een mooie schoenen? Nou, kijk, u heeft een heel net pak, maar die schoenen die maakt het niet heel erg af. Aan de podcast zichzelf opdoeken. Jullie worden allemaal gesteund door gemeentegeld, hè? Wij worden gesteund door gemeentegeld. Van wie heb je dat gehoord? Intern. Ik als Thierry vind een bakje koffie natuurlijk heerlijk. En ik hoor dat ze hier gratis koffie weggeven, dus dat gaan we natuurlijk even ophalen. Hallo. Kan ik hier een gratis elitair bakje koffie halen? Nee, wel een gewoon bakje koffie. Ben je het allemaal eens met wat Thierry hier allemaal zegt? Hij heeft altijd wel goede punten, maar ook dingen waarbij ik afhaak. Hoe gaat het met Katwijk? Ik heb vandaag vreselijke berichten gelezen dat de vrouw van Dirk Kuyt heel verdrietig is dat hij... bij haar weg is. Maar dat zijn dingen voor in roddel praten, Dennis. Waarom gaan we nou opeens naar Dirk Kuyt? Ja, omdat jij mij wil verleiden tot politieke uitspraken. Dat is heel riskant. Heerlijk. Hier maakt u Rip of Thierry blij mee. Dus dat geldt voor alle bedrijven. Als wij groter... Maar je kan wel zeggen, hele gerichte maatregelen. Ja? Dus als we een gerichte groep als 2% van de bevolking in de lasten hebben, doen we voor 2% van de bevolking maatregelen en dan niet op dwang,
Ja, dus niet dwingen, maar op advies. Hi, ben je een beetje een fan van Thierry? Gewoon vind je hoe die eruit ziet en zo? Ja, maar Thierry is wel gewoon een leuke gozer, toch? Ja, vind je hem een beetje knap? Nee, dat niet. Hallo, waarom staat u hier? Voor de interesse. Ik had het eigenlijk tegen uw paard, hoor. Oh, tegen een paard, ja. Wie hier op dit plein vind jij het meest lijken op die man die daar staat? Iemand die hetzelfde uitziet, zijn tweelingbroer, die niet heeft. Ik weet ook niet wie dat is. Dat ben ik. En bent u dan ook een soort van beetje fan van Thierry? Net als ik. Ik ben namelijk zijn grootste fan, zoals u ziet. Ja, nou, tuurlijk. Kijk, Thierry is iemand, hè, is een charismatische man. Hè, maar bovenal, hij is de enige politicus in Nederland die oprecht is. En daarom zijn er ook zoveel aanvallen op hem, omdat hij oprecht is. Ja, maar vindt u dat ik ook een beetje lijk op Thierry vandaag? Nou ja, ja, je schoenen misschien niet, hè? Ik word de hele tijd afgerekend op mijn schoenen, ja, maar... De rest wel, vind, man, nee. Ja, dat vindt u. Wel. Maar vind je mij dan een beetje knap op dit moment? Ja, hartstikke knap. Vind je dat ik een beetje lijk op Thierry? Nou ja, nu het zegt, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, maar waar zie je dat dan aan? Het stropdasje, dat doet het hem. Thierry. Thierry, mag je heel even snel wat vragen? Ja, hoop je het goed vindt. Hoi. We gaan eerst even door met de mensen, dan zo meteen hebben we daar misschien nog tijd voor. Maar het gaat heel goed. Oké. Jammer. Ik moet natuurlijk een beetje een accentje opzetten. Maar ik heb nu ook een jasje aangedaan. Ik heb het ijskoud. Maar we gaan even achterin de rij, gaan we even vragen waarom ze hier nog staan. Want het is echt heel koud en ja, we gaan het even vragen. Waarom zou u hier achter in de rij gaan staan om op de foto te gaan met Thierry als u hier ook een betere Thierry heeft, waar u ook mee op de foto kunt? Ik wil graag met de originele Thierry op de foto. Maar niet met deze Thierry? Nee, sorry. Vindt u niet dat ik een beetje lijk op Thierry? Je hebt wel goed je best gedaan. Oké. Ja. Thierry, wat vind je van de drukte vandaag hier in Katwijk? Hartverwarmend, echt fantastisch. We mochten het niet aankondigen, we hebben een heel kleine groep mensen mail gestuurd. En dat dan zo'n opkomst is, ja, dat is geweldig. Dus u bent tevreden? Enorm. Ja, en ik voel me ook enorm gesterkt in onze missie en wat we aan het doen zijn. We zijn de enige partij die Nederland weer vrij wil op 17 maart. En als je dit zo ziet, dan weet je gewoon dat ontzettend veel mensen met ons eens zijn. Ja, want ik ben nu 18 en waarom zou ik dan op u moeten stemmen? Omdat je in Nederland weer vrij wil, omdat je naar een café wil, omdat je je school of universiteit weer open wil. Omdat je je ouders en grootouders wil kunnen knuffelen, omdat je wil kunnen sporten, omdat je wil kunnen daten. Als je het leven, op vakantie gaan, alles, werken. Oké. En kijk, ik heb natuurlijk een pak aangedaan vandaag. Bent u ook in pak gekomen of niet? Nee, ik ben casual. Dus casual. Ik heb een... ik ga wel weer, als het wat warmer wordt, ga ik wel weer gewoon een pak aandoen. Maar als je zo nat geregend wordt en je hebt meerdere events, dan... Ik kies voor iets meer casual. Staan ook buiten. Ik denk dat het kan wel. Ja, dat is zeker waar. Ik heb het heel koud namelijk. Ja, ik snap het. Ja, ik vraag me af hoe het nou is om echt Thierry te zijn. Ja, een fantastische ervaring natuurlijk, hè? Fantastische ervaring. En waar gaat u dan uit eten? Want ik wil natuurlijk, net als u zijn, een nieuwe Thierry van Katwijk. Nou, wat ik heel erg mis, dat vind ik heel erg lekker, is gewoon steak. Ja. Gewoon met frietjes. Ja. Maar het zijn dan van die hele knapperige, verse frietjes. En dat zo'n steak een beetje vettig is, dus een ribeye of zo. Maar dat die ook nog knapperig van de grill, want zo kan je het thuis nooit maken. Heerlijk, heerlijk. Dat mis ik echt enorm. En ik moet natuurlijk een lavendelluchtje op. Nou, je hebt een lavendel das aan, dat mag ook. Wordt het goed gegeven. Oké, dankjewel. Hey, ik heb nog een paar stickers voor u van ons kanaal. Als u die wil ophangen in uw kamertje, dan... Ik ga kijken, dankjewel. Kijk, alsjeblieft. Oh, dat is geen goede sticker. Ik heb een stickertje voor u, hoor. Kijk, daar is die. Stickertje voor u. Popkap. En u krijgt de popkap, alsjeblieft. Hartstikke leuk. Heel veel plezier ermee. Ik ben blij dat je er was. Dag, doeg. Oh, we zijn begonnen met de outro. Ik heb heel veel geleerd van wat Thierry hier allemaal heeft gezegd. Ik weet nu precies hoe ik de nieuwe Thierry van Katwijk kan worden. Ik eet vanavond een lekker gebakken steekje met een vers patatje. En volgende keer trek ik natuurlijk ook nieuwe schoenen aan, want dit is helemaal niks. Ik heb het ijskoud. En like even en abonneer. Tot de volgende podcast.